dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag wou ik eigenlijk wel slijm maken. Het is een super grote hype. Alleen weet ik niet of het nu nog steeds is. Maar ik wou het wel alvast doen. Let op, hè. Hoppla, alles is er. De lijm is van de Action. Het beste is eigenlijk als je kinderlijm gebruikt. Hier hebben we scheerschuim. Het maakt niet uit of het van de Action of HEMA is, want we hebben ze ook allebei. En als laatste heb je nog lenzenvloeistof. Je moet wel op de achterkant even opletten dat er borax in zit. Want daar gaat het eigenlijk om. En als laatste hebben we nog wat leuke spulletjes om erin te doen. Dat kun je gewoon bij de supermarkt meestal halen. Bij lijm kun je gewoon een potje erin gooien. Bij scheurschuim kun je zelf bepalen. En bij lenzenvloeistof meestal 10 druppels of zo. Als eerste gebruik je lijm. En je kunt gewoon het hele dopje eraf draaien, want sommige gaan gewoon uit het kleine dingetje. Maar dat duurt veel langer. Oké, het hele potje erin. Maken we hem open. Oké, we gaan nu lenzenvloeistof erin gooien. En niet al te veel nu. Gewoon een beetje. Zien we altijd nog wel dat er wat bij kan. Er moet er nog wel wat meer bij. Niet al te veel. Omdat hij nu wat steviger wordt, gaan we alvast de kleurstof toevoegen. Oké, dan gaan we het nu mixen. Je ziet dat het al wel wat blauwer wordt. Dat zie je natuurlijk heel goed. Ik ga nu de glitters erin doen. En als eerste doe ik roze erin. Dit ziet er echt mooi uit. Dit moeten jullie eens van dichtbij zien. Jullie zien, roze en blauw is een goede combinatie. Oké, we gaan nu de rode erbij doen. Ik hoop dat roze, blauw en rood een beetje mooi is. We hebben een pakketje gekocht waar allemaal kleine kraaltjes in zaten. En ik ga er 3 gebruiken. Als eerste gooien we roze erin. Dus zo. Als tweede doen we paars erbij. Dan roeren we dat ook weer. En als laatste doen we nog groen erin. Oké, die gooien we nu ook in. En nu hebben we echt niks meer over. Nu kunnen we daadwerkelijk met de vingers erin. Nu gaan we de scheerschuim erop doen, zodat het minder plakkerig wordt. Nu gaan we daadwerkelijk beginnen met roeren. Ik bedoel kneden. Dus dan halen we dit er even af. Oké, en dan gaan we nu beginnen. Heel even wat pakken en erop doen. Want dit wordt denk ik wel plakkerig. De kraaltjes zijn wel mooi als je zo doet hoor. Want in het zichtbare, waar je doorheen kan kijken, zijn hele mooie kraaltjes. We gaan even mixen hoor. Ik ben de mixer jongens.
kan worden. En hij is super goed in uitrekken. En hij heeft een super mooie vorm met de kraaltjes en de glitters erin. En natuurlijk een mooie lichtblauwe kleur. Dus eigenlijk vind ik het 2 dikke, dikke vette duimen omhoog. Dus ik zie jullie bij de volgende video. Tot de volgende keer. Doei!